Wat is een tweepersoonskamer? Habitation para dos personas. Hoe zeg je, geef mij eens die hamer? Martillo, señor, por favor, gracias. Een fietspomp, een stopnaald, een wekker. Het hindert niet als ik die woorden niet ken. Dokter, ik voel me niet lekker. Is in Spanje no me siento bien. Hoe maak ik mij verstaanbaar in Spanje? Nou gewoon met dit boek in mijn zak. En Safi is daar een chipillo. En een broodje is daar panicillo. Van Bilbao tot Malaga kan je terecht met het grootste gemak. Er is geen enkele zin in Jordaan. Of hij staat hier vertaald in het Spaans. Olé! Als ik die taal zo eens naga, dan praat een Spanjaard veel mooier als wij. Huevo pasado por agua, dat zeggen ze daar voor een zacht gekookt ei. A que hora sale el favor, betekent hoe laat gaat de boot weg van hier. Dame el papel de liga, geef mij eens een stuk schuurpapier. Hoe maak ik mij verstaanbaar in Spanje? Nou gewoon met dit boek in mijn zaak. En Safi is daar een tipilio. En een broodje heet daar panicillo. Van Bilbao tot Malaga kan je terecht met het grootste gemak. Er is geen enkele zin in Jordaan. Of hij staat hier vertaald in het Spaans. Olé! Zin in Jordaan, of hij staat hier vertaald in het Spaans. Olé!